Hallo beste mensen, leuk dat jullie kijken naar GTA 5. En ik speel het bijna elke dag. Lekker net op. Nee, ik speel het gewoon de hele dag. Lekker toch? En ik weet het, het klinkt suf. Maar ik rijd in een auto en die auto was belabberd sloom. En daarom heb ik het wiel eraf gehaald. Nee hoor, hij zit er gewoon op. Maar ja, de wielen zitten er nog op. Maar in ieder geval de voorkant is helemaal ingedeukt. Waardoor de auto iets te veel naar links stuurt. En ik merk ook dat de auto heel erg langzaam gaat. What the fuck die mensen. Zag je dat? Heus ga je in zo'n auto rijden op een kleine landweg. Wat doe je? Ik heb het gevoel dat deze auto niet langer meer gaat rijden dadelijk. Ik heb het gevoel dat hij dadelijk gewoon stil gaat staan op de snelweg. Alhoewel, we gaan nu wat vaart maken. En een hippiebusje. Doe de hippie shake. Kijk uit voor die palen en kijk voor die auto's. Damn, ik ga zo snel. Ik denk dat dan de quadbike me nog wel in gaat halen. Kijk, en mijn deur is er ook uit. Wauw, nou dat heb ik goed gedaan zeg. Maar ik weet, en er gaat een vliegtuig, of een klein vliegtuigje gaat die vliegt daar. En ik zie daar een zwerfhondje en die is nou ook dood. Of het was een coyote. Als het coyote is, maakt niet uit, dan leven er heel veel van. Die spannen toch weer na 10 seconden weer. En een tractor. Jongens, ik ga die tractor rijden. Ik heb serieus nog nooit in een tractor gereden in GTA. En wat wil die dikke boer doen dan? Gaat hij me slaan? Die dikke papzak? Ik ga hem op de grond. Ga jij eens lekker weg? Huppakee. Op de grond jij. Ik wil echt op die tractor, jongens. Oh my god. Toeteren. Oh, hij schiet. Oh my god, hij heeft een pistool. Nou, hij gaat toch weg. Huppakee. Gekke boer. Hij heeft wel echt een heel erg niet boers toetertje. Een tractor toeter moet vol klinken. Echt zo'n hele zware, maar niet zo'n normale standaard hoge knop. Wauw, het is nou echt voor het eerst dat ik op een tractor rijd. En het lijkt me nou nog epischer als ik in die tractor gewoon naar Los Santos ga. Dat ik gewoon met een tractor in die hele stad ga rijden. Dat is gewoon een droom van iedere man. Een vrouw zou daar gewoon niet bij stilstaan. Nou goed, we gaan. Vinko has just evaded a 5-star wanted level. Oh, grappig. Oké. Okay. Vinko heeft dus. Dat is iemand op Xbox. Grappig. Oh, en hier is het platteland. Dus ik hoor hier wel thuis met mijn. En daar zit iemand. Ik zie ze al. En nog een coyote. Nou, nog één overreden dan. Tweemaal scheepsrecht. Kiflam. Oh, wauw. Ik ga naartoe. Hallo, Kiflam. Kiflam. Ik ga het nou ook... Ik ga het doen. Ga mee nu. Liefde Aria. Is goed. Ik pak mijn stoere tractor. Tractor of tractor? Ik weet het ook niet. Voor mij is het gewoon een tractor. Een oldschool tractor, zo noem ik het. Maar ik ga de arena verlaten met deze tractor. En die vrouw zal denken... Jij bent echt een Simlom. Simlom was het? Simlom? Ik weet niet eens meer. Nou ja, we gaan die weg. Wat staat daar? Is dat serieus een grote bulldozer hier? Kan ik die niet meenemen met die tractor? Dat ding. Dat zou echt episch zijn als ik dat kan meenemen. Ik denk het niet. There are the vehicle that the higher beings require. Oké, ik heb een soort van e-mail gekregen nu. En ik denk dat dat de bedoeling is. Dat ik dat krijg. Een tekstmessage? Was het een tekstmessage? Nee, het was geen tekst. Het was een e-mail. Those are the vehicles that the higher... Oké. Een Pacasa Vaca. Een Benefactor Serrano. Een Declassi Tornado. Een Anus Super Diamond. En een Dinka Double T. Make sure those fire vehicles are delivered in a condition befitting the level of divine understanding. Ik vind het allemaal leuk en aardig. Maar ik moet auto's gaan zoeken. In de map. En ik weet niet eens waar die rondzwerven. Maar ik denk dat die auto die daar links staat, die buggy. Dat we die wel even nodig hebben om in te beginnen. Oh, weet je als die de politie gaan bellen? Gaan ze de politie bellen? Nee. Wat gaan ze wel doen? Niks. Goed zo. Nee, gaat de politie niet bellen. Als die een politie zou bouwen, bellen, ballen, ballen, nee,
als hij een politie zou bellen, dan had je problemen met de politie. Dat is logisch. Ik kijk even op die link. Collect all the 5 vehicles. Oké, dan moet ik naar de startknop. Ik zie het van een map hoor, want ik zou dit echt niet uit mijn hoofd weten. Anders ben ik echt 30 jaar bezig met deze missie. Dat voel ik nou al aan mijn water. En ik zie dat ik ergens naartoe moet in de stad. Alhoewel, het ziet eruit dat het de stad is. En dan moet ik even gaan zoeken waar dat plekje precies is. Maar het is hier zo. Bij de tennisbaan. Hier moet een wagen staan die we nodig hebben. Laten we die eens even gaan opzoeken. En even die steen. Dat meen je niet. Zet deze steen mij echt klem? Nee toch? Kom op, hé. Nee. Nee, steen. Ga weg, jij. Goed zo. En deze boomstam. Kijk, dit is een buggy, hè. Een buggy kan overal overheen. Zonder moeite, zonder power. Nou ja, hij heeft wel aardig wat power. Maar wat staat hierin dan? Ook een tractor. Oh, wat geweldig. Dit is gewoon echt een boer. Dit is echt een boer. Boer zoekt vrouw. En koeien. Prachtige koeien, jongens. Ik ga daar echt niet in dat veld rijden. Want die koeien zijn lief en onschuldig. En ik weet hoe graag jullie het willen zien. We just got it. The guy made off with a week's taking. Hoekies? What the fuck zijn de hoekies? Au. De P?